Hi, hi! Dat zijn we weer, laatste keer deze week, live. Ik wacht even tot er wat mensen binnenkomen. En als het goed is, zet ik dit ook straks op Instagram TV. Kijk, deze pluk. Lukt me niks om hier mee te doen, maar maakt niet uit. Ik moet trouwens nog steeds echt lachen, want ik heb mijn vriend net zo hard laten schrikken dat hij me uit de reactie bijna van de trap sloeg. Dus ik zit nog steeds even daar van bij te komen. Hi allemaal, leuk dat jullie zijn. Nou, deze pluk is wel echt, maar maakt niet uit. En ik ben opgestaan met dikke ogen door hooikoorts. Echt, ah, ben nu die bijenpollen aan het proberen. Hopelijk werkt dat. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag, ik denk super waardevol voor veel mensen. Want wat ik vandaag ga vertellen, herken je vast, maar je beseft het niet eens op dit moment. Dus misschien gaan er wat lampjes branden na dit verhaal. Dat is mijn doel, dat is mijn intentie. Dat je beseft waarom je vaak niet verandert. Oké. Kijk, wij vinden het altijd heel spannend om te veranderen. En dat komt omdat onze mind ons veilig wil houden binnen onze comfortzone. Dat is veilig, dat is vertrouwen, dat kennen we, dat voelt goed. En zodra je uit je comfortzone wil stappen, ja, dan is jouw mind meteen, boom, allerlei twijfels, angsten. En hoe ziet dat eruit? Er bestaat een veranderingscyclus. En die bestaat uit 6 fases. Allereerst, en dit kan trouwens op elke situatie gelden. Jouw relaties, werkgebied, in je onderneming, waar dan ook, op welk gebied dan ook. Er bestaan 6 fases. Eerste fase is ontevredenheid. Ergens heb je een gevoel van, ja, ik ben niet echt helemaal tevreden. Of het nou op je werk is, of het nou een relatie is waar je in zit. Of over welke kant je opgaat met je onderneming, of wat dan ook. Er is een beetje een gevoel van, ik ben ontevreden, maar je tolereert het. Je negeert het gevoel, weet je, je laat het gewoon zoals het is. Dus het gevoel van En dit is heel belangrijk, want dat gevoel van ik ben een beetje ontevreden, dat is jouw innerlijke gevoel, navigatiesysteem dat praat. Dat is het universum dat jou vertelt, dit is niet het pad dat je moet lopen. Dit is eigenlijk niet welke kant je op moet gaan. Maar vaak negeren we dat gevoel. Dus we tolereren het, of we onderdrukken het, of we gaan anders met de situatie om. Maar dat is fase 1. Ontevredenheid. Maar wat er gebeurt, die ontevredenheid bouwt zich op. Bouwt zich op. Bouwt zich op. Totdat er een breekpunt komt. Dat is fase 2. Dus op dat punt ben je klaar mee. Dit kan je niet meer tolereren, je accepteert het niet meer, ook op welk gebied dan ook. Er komt een breekpunt en een breekpunt kan komen doordat je het gewoon zat bent, je bent op, je kan niet meer tegen. Of dat breekpunt kan ook komen door een dramatische gebeurtenis, kom ik zo ook even op terug. En dan komt fase 3 en dat is beslissing. Je besluit om het anders te doen, je besluit om te veranderen. Wat dan ook. Je besluit dat je een relatie gaat veranderen. Of gaat stoppen met je relatie. Je besluit dat je een andere baan gaat nemen. Of gaat stoppen met je baan. Je besluit dat je gaat afvallen. Je besluit dat je een andere kant op gaat met je onderneming. Wat dan ook. Je bent er klaar mee. Je besluit dat je het anders gaat doen. Maar wat er gebeurt is eigenlijk... En op dat moment krijg je hoop. Denk je, yes, ik ga veranderen. Maar wat er gebeurt is direct na die beslissing... komt de volgende fase. En dat is angst. Direct. En die komt echt vrij snel na het besluit om te veranderen. Angst. Moet ik dit wel doen? Is het wel veilig? Ja, oké. Er komen allerlei twijfels, onzekerheden, angsten naar boven. Direct. Dus wat gebeurt er? Dan komt fase 5. Dat heet geheugenverlies. Weet je? Je denkt van, waarvoor wou ik ook weer veranderen? Wat was eigenlijk de situatie? Wou ik dit doen? Wou ik uit mijn comfortzone stappen? En dan komt de laatste fase terugval. Je gaat weer terug in het oude. Of je blijft bij het oude, hoe je het ook wil zien. Dus weet je, je gaat die fase doorheen en dan blijf je weer bij het oude. Dat is een cyclus die je doorloopt. Dus, eerste, nog één keer. Er is een gevoel van ontevredenheid. Weet je, het voelt niet lekker. Zit iets niet goed. Daarna komt het punt van een breekpunt. Je bent er klaar mee. Je wil nu echt veranderen.
Weet je, kappen ermee. Ik ga afvallen. Ik ga stoppen met mijn baan. Ik ga andere kant op met mijn onderneming. Ik ga het nu echt anders doen. Dus je besluit echt daarom het anders te doen. Maar dan direct komt de angst. Angst, kan ik het wel? Moet ik dit wel doen? Weet je, allerlei twijfels en onzekerheden komen naar boven. Waardoor je geheugenverlies leidt. Je weet niet eens meer waarom je wil veranderen. Uiteindelijk lijkt de oorspronkelijke situatie helemaal niet meer zo erg dan de verandering zelf. Die lijkt veel enger. Dus je gaat weer terug. Maar, besef wat er dan gebeurt. Weet je, die ontevredenheid gaat dan niet ineens weg. Die verdwijnt niet ineens. Dus het begint gewoon opnieuw. De cyclus gaat gewoon opnieuw door. En opnieuw. En opnieuw. Totdat, en dit is belangrijk om te beseffen, er kunnen twee manieren gebeuren dat jij uit die cyclus gaat. 1. Hi, leuk. 2 dingen kunnen er gebeuren om uit die cyclus te gaan. 1 is, je gaat door die cyclus, door die cyclus, door die cyclus. Totdat het breekpunt zo heftig wordt dat je eruit wordt gegooid. En dan heb ik het over een dramatische gebeurtenis. Dan heb ik het over een ongeluk. Een ernstig ongeluk. Over verlies van iemand. Relatiebreuk. Wat dan ook. Er gebeurt iets dramatisch waardoor jij eigenlijk geen keus hebt. Je moet nu veranderen. Je hebt geen keus. Dat punt gebeurt omdat jij niet zelf bent gaan veranderen. En waarom is dat zo? Kijk, dat doet het universum juist om jou te helpen. Want eigenlijk, vanaf het begin zegt het universum tegen jou, je bent ontevreden. Het begint met dat gevoel van ontevreden. Dat is jouw navigatiesysteem. Dat vertelt jou, er moet iets veranderen. En het universum vertelt jou, er moet iets veranderen. Maar als jij het niet doet, keer op keer in die cyclus blijft hangen, in die cyclus gaan blijven, denkt het universum, oké, ik zorg ervoor dat je verandert. Want dit is jouw pad niet. Je moet veranderen. Dit is jouw pad niet. Dus gebeurt er iets heel heftigs. Er gaat iets heftigs gebeuren waardoor jij moet veranderen. Je hebt gewoon geen keus dan meer. Hi, superleuk. Dit is Dutch. Oké, dus we gaan even verder. Dus je moet veranderen. En dat is één manier. Herken je dit? Even, ik ben heel benieuwd naar mensen. Herkennen jullie dit? Hebben jullie ooit in die cyclus gezeten waardoor iets gebeurt waardoor je gewoon geen keus had, waardoor je gewoon moest veranderen? Weet je, een burn-out, een ongeluk, wat dan ook. Dat je ineens uit het niets je liefde verliest. Of weet je, dat je ineens in een diep dal komt. Er is iets gebeurd waardoor je eigenlijk moet veranderen. Gewoon letterlijk gedwongen bent om te gaan veranderen. Jazeker. Besef, ja, dit is zo belangrijk om te beseffen. Want als je dit herkent, dan kan je het ook veranderen, hè? En vaak zijn we daar niet eens zo bewust van. En dit heb je waarschijnlijk, ik weet het zeker, meerdere malen in je leven meegemaakt. Dat er iets gebeurt. Maar weet je, je kan ook op een liefdevolle manier uit die veranderingscyclus. Zonder dat er iets dramatisch moet gebeuren. Maar dat vraagt eerlijkheid. Dat vraagt eerlijkheid naar jezelf. Je moet super eerlijk naar jezelf zijn. En jezelf afvragen, waarom verander ik niet? Waarom zet ik die stap niet? Waarom ga ik er niet echt iets aan doen? Wat houdt me tegen? En dat kunnen heel veel dingen zijn. Weet je, misschien wil je niet eens veranderen. Misschien denk je dat je moet veranderen omdat anderen dat zeggen. Dat zie je heel vaak bij mensen die roken. Weet je, dan zeggen ze, ja, ik ga stoppen met roken. Maar eigenlijk willen ze het zelf niet eens. Maar door de druk van de anderen gaan ze stoppen, willen ze stoppen met roken. Maar ze willen het niet echt. Dus dit moet je beseffen. Waarom stop jij niet? Waarom verander je niet? Dat kan dus zijn doordat je misschien gewoon echt niet wil veranderen. Maar meer vanuit de druk om anderen te pleasen wilt veranderen. 2. Misschien zijn jouw dromen niet groot genoeg. Weet je, als jouw dromen niet groot genoeg zijn, waarom zou je dan veranderen? Welk plezier haal je eruit? Jouw plezier, jouw beloning moet zo groot zijn dat je ook echt gaat veranderen. Dat je die stap gaat maken om te veranderen. Dus heb je die visie? Heb je die doel, die droom, die focus, dat focuspunt? Weet je, waardoor je elke dag uit je bed springt? En als je dat niet hebt, ja, dan is het moeilijk om te veranderen. Want waar doe je het dan voor?
En je moet beseffen dat die angst om te veranderen, die is best wel sterk. Want het is veilig, het is comfortabel. Dus je moet iets groters hebben om daaruit te stappen. En geloof me, juist dwars daardoorheen, door die angsten heen, daar zit de groei. In jouw veilige comfortzone kom je nergens. Echt, weet je? En we blijven te lang zitten. Ik maak me er ook schuldig aan af en toe. Weet je? Ik denk, oh ja, hier heb ik te lang in mijn comfortzone gezeten. Ik moet er dwars doorheen. En voor mezelf is het elke dag weer een uitdaging. Dwars door een comfortzone heen. Weet je? Iets waarvan ik mijn broek schijnt, weet je, bij wijze. Maar gewoon doen. Dus je kan op een liefdevolle manier uit die cyclus heen. Maar dan moet je eerlijk naar jezelf zijn. Ga even pen en papier pakken en schrijf voor jezelf op. Waarom verander ik niet? Wat houdt me tegen? Zijn er beperkende overtuigingen die me tegenhouden? Denk ik dat ik het niet kan, dat ik niet goed genoeg ben? Weet je, denk ik dat het onmogelijk is? Want dat zijn overtuigingen, dat zijn geen feiten. Dat zijn alleen jouw overtuigingen. Yes, ik ben aan. Je voelt het, hè? Dat zijn de overtuigingen die jou tegenhouden. Het zijn geen feiten. Je bent meer dan goed genoeg. Je bent waardevol. Je kan het. Alles is mogelijk. Dus zijn het die beperkende overtuigingen die je tegenhouden? Heb je geen focuspunt, een visie, een doel, een droom waarvoor je uit je bed springt? Weet je? Of doe je het voor anderen? Wil je eigenlijk niet veranderen? Denk eens even goed voor jezelf na. Want daarmee kan je uit die cyclus komen zonder dat er iets dramatisch moet gebeuren. Want anders gebeurt er iets dramatisch. Punt. Zo werkt het universum. Dat is de wet. Zo zit het in elkaar. Zo zit het leven in elkaar. Heel even. Maar hoe zet je die gedachte herkenbaar, die overtuiging? Ja. Hoe zet je die gedachte dan om? Kijk, wat je moet beseffen. Dit is een heel ander. Kan ik ook een andere lijfverkeer opgaan. Al die overtuigingen. Dat heb je gewoon vanaf jongs af aan aangeleerd. Dus je bent geprogrammeerd om op een bepaalde manier te denken. Je bent geprogrammeerd om te denken, ik kan het niet, ik ben niet goed genoeg. Weet je, moet ik dit wel doen? Het is onmogelijk om dit of dat te bereiken. Maar dit zijn geen feiten, maar overtuigingen. En die zijn geprogrammeerd in jouw brein. Het zijn letterlijk paden in jouw brein geworden. Dus wat je moet doen, is nieuwe paden creëren. Je moet nieuwe paden in jouw brein creëren. En dat kost tijd. Weet je, mensen zeggen heel vaak, dat kan je bijvoorbeeld door affirmaties doen. Maar ook heel veel andere methoden en technieken kan ik nu niet te veel op uitweiden. Kom ik wel later op terug. Maar mensen zeggen vaak, oh, affirmaties werken niet. Weet je, bullshit. Affirmaties werken wel. Maar mensen doen het niet elke dag en consistent. Dus één tip wat ik je zou kunnen geven. Maak tegenovergestelde positieve affirmaties. Ik ben het waard. Ik kan dit. Alles is mogelijk. Weet je, en ik op mijn dinges, op mijn Instagram pagina kan je ook heel veel affirmaties vinden die je daarbij kunnen helpen. En zeg dit zo vaak mogelijk tegen jezelf. Schreeuw het uit bij wijze. Weet je, ik sta soms onder de douche te zeggen. Ja, ik kan het. Ik ben een van de beste coaches ter wereld. Weet je, gewoon. Het is geen arrogantie. Jij kan het. Dus herhaal dit keer op keer. Affirmaties werken. Maar consistentie en focus zijn daarin belangrijk. En bijna niemand doet het. Ben ik ook heel eerlijk in. Bijna niemand doet het. En dat is waarom ik daar in mijn programma's heel erg veel aandacht aan besteed. En echt die accountability om je elke week en elke dag daarmee aan de slag te gaan. Ja, als mantra's in het huis op muren plakken. Precies. Ik heb ook overal post-its in mijn huis. Allemaal dat soort affirmaties. Bij de spiegel, bij de koelkast, overal waar ik vaak ben. Die maar daarbij helpen. Dus dat is een van de technieken om het om te zetten. Maar het werkt echt. En als je zegt dat je niet werkt, weet ik bijna 100% zeker dat jij dan niet consistent dat dagelijks hebt gedaan. En een paar keer per dag. Want je moet nieuwe paden doen. Ja, weet je, iets wat je jaren hebt geloofd en jarenlang hebt gedaan, kan je niet in één dag veranderen. Weet je, zo werkt het gewoon niet. Je moet daar ook tijd voor nemen. En ik zeg dan niet dat het weer jaren kost om dat te veranderen. Want het kan echt heel snel gaan. Dat ligt aan jezelf. Zeg je die affirmaties 10 keer per dag hoor, tegen jezelf. 1 keer per dag. Weet je hoe vaker je het doet, hoe sneller het gaat. Dat is het gewoon. Oké, even herhalen. Ja, leuk. Dankjewel. Even herhalen. Dus die veranderingscyclus heeft 6 fases. Eerst een gevoel van ontevredenheid waar je eigenlijk iets mee moet. Punt. Dat is jouw navigatiesysteem. Als je ontevredenheid voelt, moet je er iets mee. Maar de meeste mensen doen er niks mee. Ze tolereren het, gaan er anders mee om. En dan komt er een breekpunt. Ik kan het niet meer. Ik wil veranderen. Ik ga het nu echt doen.
goede voornemens, weet je. Alles, ik ga het nu echt doen. En je besluit dan derde fase. Je gaat het nu echt doen. Maar er komt direct de angst, waardoor je het uiteindelijk toch weer niet gaat doen. Je gaat weer terug in de oude gewoontes. Maar hoe vaker je die cyclus doorloopt en er niks aan doet, komt er een breekpunt, waar een dramatisch breekpunt, waardoor je moet veranderen, gedwongen bent. Je hebt geen keus, je hebt een burn-out, een ongeluk, liefde verloren, wat dan ook. Iets ernstigs waardoor jij moet veranderen. Maar dit kan anders door eerlijk naar jezelf te zijn. Te kijken, waarom verander ik niet? Zijn er beperkende overtuigingen die je tegenhouden? Heb je geen visie waar je voor je uit je bed springt? Wil je niet echt veranderen? Wat houdt jou tegen? Wees eerlijk naar jezelf en kom uit die cyclus voordat er iets ergs gebeurt. Echt, dat is wat ik wil zeggen. Nou, heel fijn dat jullie er vandaag bij waren. Volgende week, misschien kom ik nog één keer live, weet ik nog niet zeker. Maar volgende week donderdag heb ik een masterclass. Daar kan je voor inschrijven, zie je link in bio. Waarin ik ook heel veel dingen deel. Super waardevol, dus ik hoop dat je er ook bij bent. Nou, tot snel!